ben Bram, die Bram IJzering. Ik ben Ferdy Stofnil. Ik ben Stofnil. Stofnil? Die naam. Oké, nog een keer. Mijn naam is Erik Bouwman. We maken net een hele leuke reclame over drie vrienden. Die continu eigenlijk een beetje kat en kwaad willen uithalen. Terwijl de vrouwen denken dat we ook zo braaf aan het koken zijn. We mochten van de klant mochten we het randje opzoeken. En dat maakt juist voor ons zeg maar, dit concept zo sterk. Is dat iedereen, in ieder geval iedere man zich herkent in het kleine jongensgevoel. Dat we eigenlijk allemaal wel hebben. En wat wij ook wel herkennen was zeg maar... Misschien past het ook wel bij deze drie jongens. Maar dat ze een soort van, we zijn mannen. Maar dat ze dan zich eigenlijk nog gedragen als jongetjes. En dan helemaal losgaan. Ja, nou ja, tweede shot dat we draaiden. Ik ga met een touw aan een stuk hout, zeg maar, probeer ik te springen over een tafeltje en op een bank met een blinddoek om. Maar de tweede keer spring ik dus aan dat touw en ik val met mijn been tegen die tafel aan. Maar hij wou het zelf doen. Helaas heeft dat nu geresulteerd omdat hij naar het ziekenhuis is afgevoerd. Dus de regisseur, daar moet je steeds even vertellen wat je gaat spelen. En dan zeg ik ja. En dan wordt hij onzeker en dan zeg je eigenlijk, nou ik doe het wel zo en dan vindt hij het eigenlijk wel goed. Even nog buienraden laten zien, dan weten we een beetje hoe deze dag eruit gaat zien. Kun je dat zien vanaf daar? Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Dit gaat daarheen en daar zitten wij. Het verhaal gaat eigenlijk altijd over drie mannen die van alles nog wat beleven buiten in Nederland. En Nederland, het is nogal heftig, want gisteren hadden we al mazzel met het weer, alleen vandaag komt het echt met bakken uit de hemel. Ja, het is een hele bijzondere shoot voor ons, want we doen in totaal 4 commercials tegelijkertijd. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Ja, daarvan zijn 3 met de vriendengroep. Eén daarvan is voor een ander product van Avico, Ras. Nou, een communicatieconcept bouw je meestal om nieuwe producten heen. En dit concept is eigenlijk zo leuk dat het ook heel erg veel inspireert tot het ontwikkelen van nieuwe producten en nieuwe productideeën. Dat past gewoon heel erg in de doelgroep, in het, hè, de stellen die we hebben en de kinderen erbij. En het toch gewoon midden in het leven staan en gezond willen eten en die humor hebben.